Selena Gomez en anders schoolvolk. Met Taki Taki. Het is 13 minuten voor 5 en het is zover, dames en heren. Dag vrienden en welkom bij de Pipi en Kaka Quiz. Ja, ja, het gaat gebeuren. Tom de Kok. Even herhalen wat je net geleerd hebt. Fictie is een fantasieverhaal dat verzonnen is. En non-fictie is een verhaal dat gaat over de werkelijkheid. Met feiten die echt gebeurd en waar zijn. Kijk, zo simpel is het. Zo simpel kan het zijn in een filmpje met een hip en blitse presentator. En dat komt allemaal uit de koker van deze man. Stijn van de Velde van Ksnapda. De Pipi en Kaka quiz, daar komen we zo meteen bij. Dat moet je even uitleggen. Maar jij bent Ksnapda begonnen. Het is deze week opgericht. Het is een waanzinnig groot succes. Dus dachten we laten die mensen even afkomen. Wat is Ksnapda? Het is een website. Wat staat erop? Ja, het is eigenlijk een online videoplatform. Een website, ksnapda.be. Een website met filmpjes eigenlijk. Met een online videoplatform. Ja, ja, dat is wel officieel. Ja, ja, dat is waar. En eigenlijk 10 presentatoren die leggen uit verschillende onderwerpen van in de lagere school. Zoals wiskunde, Frans en spelling. Op een leuke manier in ieder filmpje. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat kinderen in de lagere school daar kunnen gebruik van maken. Is de bedoeling dat die kinderen dan thuis blijven en alleen nog maar naar die filmpjes kijken? Nee, de bedoeling en dat al die leerkrachten ontslagen worden? Nee, want leerkrachten zijn nog altijd nodig eigenlijk. Ja. En de bedoeling is dat die het eigenlijk uitleggen met hulp van de filmpjes. Zodat kinderen eigenlijk 2 leerkrachten bijna in de klas hebben. Ja, je hebt die goede oude schooltelevisie opnieuw uitgevonden eigenlijk. Ja, ja, maar dan eigenlijk op een heel andere manier. Wel, want in onze tijd, hoe oud ben jij, Stijn? 35. Ik ook! Oh, en in onze tijd was dat als de leraar aardrijkskunde een video instak, zoek maar eens op wat dat is, dan wisten we van yes, dit wordt leuk. En dat was dan oersaai. Ja. En kak, en hoe pak je dat dan tof? Want ja, filmpjes maken kan iedereen. Maar hoe maak je goede filmpjes? Om iets uit te leggen, bijvoorbeeld, nu ging het over fictie en non-fictie. Ja, je valt bijna in slaap als je het zegt. Hoe pak je dat aan? Ja, eigenlijk de leerinhoud of de leerstof zit in het midden van het filmpje. En dat is eigenlijk een beetje verpakt in een leuk verhaaltje altijd. Dus de inleiding is tof en het eindigt met een tof mopje. Zodat de leerlingen niet echt doorhebben dat ze iets aan het leren zijn. Als ik vooruit, ja. En zo werkt het. Ja. Ben jij de eerste die dat nu gemaakt heeft? Want ja, we hebben wat gezocht, we vonden zo niet meteen iets gelijkaardigs. Dus toch niet op die schaal? Ben jij nu de eerste die met dat idee komt om zo een heel platform met allemaal... Ja, het is officiële lesinhoud. Het is echt wat leerlingen leren in de klas. Hè? Dat ja, maak dat je in filmpjes. Ja. Ben jij de eerste? Voor de lagere school wel, ja. Ah, ja. Voor het middelbaar is dat er al. Cool. Maar voor de lagere school nog niet. En er zijn al wel educatieve filmpjes, maar die zijn vaak redelijk monotoon. En gewoon met grafiek. En daar wil ik het verschil in maken om het echt tof te maken voor de leerlingen. Ja, dus met levende gezichten en zo. Hoe kom je daar nu bij, Stijn? Ik bedoel, ja, er zijn zoveel dingen die je kan doen met je leven. En jij maakt filmpjes over WO. Hoe kom je daarbij? Ja, wel, ja, eigenlijk een beetje gek. Maar ik ben zelf leerkracht lagere school. Nu komt de aap uit de mouw. Ja. En ik had toen eigenlijk gemerkt dat kinderen heel wat beter konden leren door naar filmpjes te kijken. Maar die waren niet voorhanden en die waren enkel op videotapes, ja. Zoals u daarnet zei. Of de CDI heb ik ook nog meegemaakt. Ja, shit, zeg, ik ben oud. Ja, ja. En dan ben je er maar zelf aan begonnen. Ja, en dat was mijn droom dan om dat zelf te beginnen, maar ik kon dat nog niet, dus ben ik eerst nog even ervaring gaan opdoen in de media. Ah, ja. En dan heb ik eigenlijk de combinatie van beide kunnen doen, onderwijs en media. En voilà, mijn droom is realiteit geworden. En de boog op Ksnapda moet niet altijd gespannen staan, want er zijn effectief filmpjes van wiskunde, taal, spelling, WO, Frans, maar ook dit... Dag vrienden en welkom bij de Pipi en Kaka quiz. Leg uit. Dat is dus eigenlijk de funzone. En dat is nog iets extra, iets unieks. En dat is om leerlingen eigenlijk een beetje te helpen te ontspannen tussen de lessen door. Ja. En niet alleen mentaal, zoals met quizzen en raadsels en moppen, maar ook fysisch met bewegings tussendoortjes, zoals aerobiek en andere dansen en sporten. Ik snap dat. Dus een platform met allemaal filmpjes die je kan gebruiken in de les als je leerkracht lager onderwijs bent of als je leerling lager onderwijs bent, misschien eens even laten zien aan de meester... Of de juf. Laat het ons eens weten. Hè. Hoe pak je dat zelf aan? Of hoe werd dat aangepakt? Of wordt dat aangepakt in jouw klas? Hoe leg je moeilijke dingen makkelijk uit? Laat het ons weten. 60-50 of in de app. Is dat met een mopje bijvoorbeeld? Als een kers uit de boom valt, dan heeft die kers een kersenschudding. Heb je die zelf geschreven? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus ik hoop dat er nu mensen aan het lachen. Laat maar komen, hoe pak jij dat aan? Straks gaat Stijn zelf nog wat tips geven. De man achter, ik snap dat. 60-50 of zwier het in de app gratis. Dit is voor het leven voor altijd. Mijn jou wordt aan je geven, ik wil je nooit meer kwijt.